dat restaurant is het Zweedse paviljoen. Het Zweedse paviljoen, dat kennen jullie misschien wel van de film De Fanfare uit 1958. De film was een zwart-wit film en een comedy. Het was gemaakt door Bert Haanstra en de hoofdrolspeler was Albert Mol. Een klein deel van de film is hier opgenomen.